Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. De temperatuur is vroeg in de middag opgelopen naar zo'n 10 à 11 graden. En dat is iets boven de normale waarde voor deze tijd van het jaar. Normaal is namelijk een graad of 9. De komende dagen zien we de temperatuur langzaam dalen. Dus een graad of 11, dat zit er de komende dagen niet meer in. Dat het vandaag wel lukt, heeft alles te maken met de bewolking. We begonnen nog bewolkt, maar in de loop van de ochtend klaarde het flink op in het binnenland. En bij de volop schijnende zon kon de temperatuur dan toch nog oplopen tot 11 graden. In de kustregio zat meer bewolking. Daar gaat vanmiddag van tijd tot tijd de zon schijnen. En tegelijkertijd zien we bewolking vanuit de IJssel onze kant op komen. En ook vanuit het noordoosten van Duitsland komt bewolking onze kant op. Bewolking gaat dus geleidelijk weer overheersen. Vanavond beginnen we nog met opklaringen. Het is dan overal droog. Maar in de loop van de avond neemt de bewolking toe en kan er ook weer een spatje motregen vallen. Temperaturen halverwege de avond een graad of 7. Komende nacht heeft bewolking vaak de overhand, maar in het zuidwesten en zuiden zijn er nog opklaringen. Daar kan een mistbank ontstaan. Lokaal een spatje motregen. Op de meeste plaatsen blijft het droog, minimaal rond 4 graden. Morgen overdag houden we veel bewolking. We moeten echt geluk hebben als de zon doorbreekt. De meeste kans daarop maken de Waddeneilanden. Op de Wadden wordt het 10 graden. In de rest van het land is het onder het wolkendek 7 à 8 graden. En heel af en toe kan er ook motregen vallen. Maar als je het me nu zo vraagt, dan zou ik zeggen, de paraplu kan thuis blijven. De wind komt uit het oosten, is 2 tot 3 boven. Later op de dag wordt hij noordoost. Kijken we dan verder vooruit, dan zien we dat woensdag, donderdag en vrijdag de wind oostelijk blijft. Heel veel kouder wordt het nog niet, maar de temperatuur gaat zeker ook niet meer omhoog. Doordat er veel wolken zijn op woensdag opnieuw een graad of 9. Donderdag zijn er wat meer opklaringen. Dan kan de nacht vooral wat kouder worden. En vrijdag neemt de bewolking weer toe. En ook dan ongeveer 8 graden. En op de langere termijn zien we dat de temperatuur mogelijk wel gaat dalen. Vooral na het weekend. De temperatuur daalt dan mogelijk tot temperaturen rond 5 graden 's middags. En ook de kans op nachtvorst begint toe te nemen. Als ik de 0 graden lijn teken, zien we duidelijk dat daar de grafiek af en toe onder begint te komen. Dus de kans op vorst neemt volgende week toe. Maar het is nog wel onzeker. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.